Afgelopen woensdag bleek dat Carola Schouten de veevoermaatregel alsnog heeft ingetrokken. De mekkerende melkveehouders van Farmers Defence Force hebben hun zin weer eens gekregen. Zondag stonden ze nog met hun trekkers op het Mediapark omdat Schouten aan tafel zat bij zomergasten. Met spandoeken met daarop teksten als: met dat geouwe hoer zijn wij straks geen boer en nu is de politiek alweer gezwicht. Toch moet ik zeggen dat ik ergens ook wel opgelucht ben door het besluit van Carola. Want doordat de veehouderij haar tot hun grote vijand bombardeerde, duwde ze Carola in feite mijn kant op, alsof wij in hetzelfde team zitten. Maar ik wil helemaal niet bij Carola. Voor mij zijn de boeren en Carola één pot nat. Ik begreep de tegenstelling al niet. Het voelde een beetje alsof Nick en Simon Jan Smit ervan beschuldigden Nederlandstalige zeikmuziek te maken. Met spandoeken met daarop teksten als: door dat gejengel over je oma raken wij nog eens in coma. Maar nu de maatregel is ingetrokken, is tenminste weer duidelijk in welk kamp Carola zit. En dat is niet het kamp van de groene progressieve politici. Ze is van de ChristenUnie en dat lijkt soms nog wel een sympathieke partij, maar dat komt alleen omdat je ze meestal naast het CDA ziet. Maar ik zal het partijbeleid even voor jullie samenvatten. De ChristenUnie komt op voor het ongeboren embryo. Ze noemen het hartverscheurend dat er in Nederland elk jaar 30.000 abortussen plaatsvinden, maar de meer dan 600 miljoen levende dieren met een volledig ontwikkeld zenuwstelsel die jaarlijks worden geslacht, kunnen wat hen betreft de tering krijgen, zolang ze hun scheten maar een beetje inhouden. Voedsel is een geschenk van God aan de mensen, zegt de ChristenUnie. En boeren hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. Het kan aan mij liggen, maar ik zie persoonlijk heel weinig verwantschap tussen de schepping en de veehouderij. Ten eerste is het één fictie en het andere realiteit. Maar zelfs als we dat even buiten beschouwing laten, kan ik de overeenkomst niet vinden. In de schepping was alles pais en vree. In de veehouderij worden dieren opgesloten, kuikens vergast, staarten afgeknipt. Weet Carola soms dingen over Adam en Eva die ik niet weet? Waarom is er nog steeds zoveel sympathie voor een beroepsgroep die zo met dieren omgaat? Het enige wat af en toe in het nieuws komt zijn de excessen. Een stalbrand waarbij 20.000 varkens omkomen. Nertsen die geruimd moeten worden vanwege corona. Varkens die per ongeluk levend gekookt worden in slachthuizen. Maar we vergeten daarbij dat hun normale leven ook al één grote lijdensweg is. Het meeste vee komt nooit buiten behalve onderweg naar het slachthuis. Ze hebben een hok wat nauwelijks groter is dan zijzelf en liggen in hun eigen ontlasting. Fokzeugen zitten 80 dagen per jaar vast in een klem omdat ze anders hun biggen pletten. Vissen worden levend ontdaan van hun organen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wie zijn hond niet uitlaat is nalatig. Wie zijn koe nooit naar buiten laat evenaart de schepping. Dat is de ChristenUnie. Ja, zegt Carola, maar ik gun die boeren een eerlijke boterham. Wat is er eerlijk aan die boterham? Dat ze niet tegen hun koeien liegen terwijl ze mishandelen? Ja, Bertha 17.394.836, jij mag weer niet naar buiten vandaag. Maar ik heb ook helemaal nooit gezegd dat jij naar buiten zou mogen. Dus stop nu maar met loeien, want ik ga even buiten mijn eerlijk verdiende boterham opeten. En toch kan Farmers Defence Force, bij ons thuis al omgedoopt tot Farmers Stilstand Slachtofferrol Defence Force, schreeuwen wat ze willen, uiteindelijk zal de veestapel moeten inkrimpen. Niet omdat we ons om de dieren bekommeren, maar omdat we nou eenmaal een klimaatakkoord hebben getekend. Dus er zullen hoe dan ook boeren moeten omscholen. En ik moet zeggen, daar hou ik mijn hart voor vast. In het onderwijs is volop werk, maar ik mag hopen dat de ventilatie tegen die tijd op orde is. Anders zullen er heel veel leerlingen moeten worden geruimd. Laat de boeren alsjeblieft niet meer met levende wezens werken. Laat ze spullen in hokjes stoppen in plaats van dieren. Laat ze stukken hout afkappen in plaats van staarten en snavels. Laat ze papier versnipperen in plaats van kuikens. Het allerergst lijkt mij persoonlijk trouwens nog als ze zich omscholen tot dichter en dat zinnen als: met dat geouwe hoer zijn wij straks geen boer, uiteindelijk ooit gepubliceerd gaan worden. En toch zou ik zeggen, mensen, laat de kiloknallers voortaan links liggen en koop die dichtbundels. Alles om de boeren te stoppen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.